Wij gaan voor die duurzame energie in 2040. En Brabant heeft die kans. Brabant wil iets doen aan de wereldwijde klimaatcrisis. Daarom heeft de provincie ingestemd met de energieagenda 2010-2020. Nou, ik denk dat Brabant er in 2020 een stuk moderner en onafhankelijker uitziet. Want dat is ook heel erg wezenlijk. Als je zelf energie opwekt op kleine schaal, dan ben je niet afhankelijk van de toeleverantie van anderen. De provincie richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dat wordt gestimuleerd om nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen. Dat kan veel werkgelegenheid opleveren, tot wel 25.000 banen, schat de provincie. Maar de politiek is bang dat het een onderrondje wordt tussen het bedrijfsleven, terwijl het essentgeld toch door alle Brabanders bij elkaar is gebracht. Hoe zou dat opgelost kunnen worden? Dat zou opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld een fonds te stichten waardoor het goedkoper wordt om zonnepanelen op je dak te leggen. Door energiebesparende maatregelen als provincie mee te financieren. Zo bereik je en klimaatdoelen, want dat is gewoon hartstikke goed voor het klimaat en voor het milieu. En je geeft van het geld van Essent, wat eigenlijk gewoon geld van de Brabantse burgers is, ook weer geld terug aan die inwoners van Brabant. En dat is voor ons als GroenLinks ook gewoon heel belangrijk. Maar provinciebestuurder Jacobs van Economie wil geen subsidiepotjes voor mensen die pakweg een zonnepaneel op hun dak willen. Ze wil dat er eerst betere zonnepanelen ontwikkeld worden. Eigenlijk vind ik dat een beetje makkelijk van het provinciebestuur, want iedereen weet dat je moet investeren om te zorgen dat die technologie beter wordt. Want daar moet er gewoon afzet voor zijn. En zolang die dingen nu nog te duur zijn, gaat niemand die afnemen. GroenLinks wil dus graag een subsidiepot voor mensen die hun huis duurzamer willen maken. En dat ziet provinciebestuurder Jacobs niet zitten. Toch zal ze wel moeten nadenken over de vraag hoe te voorkomen dat al deze miljoenen over de hoofden van gewone Brabanders heen gaan. Want van de politiek heeft ze die boodschap duidelijk meegekregen.